Ja. Maar ik ken nog, kijk heel veel naar tennissen, want dat was mijn lievelingssport. En als dat op de tv is, dan kijk ik, denk ik, oh ja, oh wat zalig. Want dat vind ik zo mooi. En dan dacht ik, ha, kon ik dat zelf nog maar. Dat is gewoon de dag neem zoals die komt. Oké. Alles neem wat er komt. Dus dat moet ik ook gaan doen dan? En niet zitten zeuren. Oh, nou, dat zullen we niet doen. Dat zit niet echt in het systeem. Nee, 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 nee. Oké. Deze is voor u. Ga ik hem hier laten stuiteren, maar iets erachter dan vallen. Daar gaat hij, hè? En? Ja, ja, bijna. Bijna. Nog een keer. Ja, kijk eens. Ja. Oh. En we gaan net zomaar doen dat het een is, hè? Wij komen een clinic geven voor de vereniging tijdens het open toernooi hier. Dus hebben ze ons gevraagd om een clinic voor de jeugd en voor de volwassenen te organiseren. En ja, dat is nou toevallig iets wat ik heel erg leuk vind om te doen. Met bijzondere gasten, hè? Hele bijzondere gast. Ja, ik werd daar van de week over benaderd. En of ik dat leuk vond om te doen, nou, daar hoefde ik geen seconde over te twijfelen. Want ik denk dat dat voor mij ook ja, een uitzonderlijk mooi moment is. En ik voel me ook echt bevoorrecht dat ik met iemand zoals mevrouw Toenink, die 108 is, op de baan te hebben mogen staan. Ja. Nou, dat toont u eigenlijk ook, hè, met het geven van uw zilveren medaille, eventjes. Ja, ja, klopt. Nou, die zilveren medaille die heb ik in 2000 gewonnen samen met mijn partner Christy Bogert. En we verloren van de zussen Williams. En dat is voor mij echt, ondanks dat het een zilveren medaille is, een goud moment geweest. En dat vond ik vandaag ook. Dus ik vond het eigenlijk wel een hele mooie manier om mevrouw Toenink, zeg maar, te bedanken voor dit moment en haar even die medaille om te hangen. Wat vindt u eigenlijk van haar karakter? Nou, dat is ook bijzonder natuurlijk. Veel zelf willen doen en altijd maar gewoon doorgaan. En alles wat ze kan, dat wil ze ook nog beleven. En ja, er zijn zoveel mensen die het anders beleven dan dat zij doet. En niet zeuren, gewoon lekker je ding blijven doen en dan blijf je bij. En ik denk dat ze daar groot gelijk in heeft. Ja. En ja, ik ga het devies maar volgen, denk ik. Nou, helemaal geweldig. Ja. 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 Nou, u kon lekker meppen, hè? U kon lekker meppen, hè? Ja, dat vind ik toch zo fijn. Gaat u het nog weer een keertje doen? Oh ja, dat zou ik best nog een keer willen doen. Nou, ja, dat is best leuk. Ja. Ja.